I could just sit, I could just sit and wait for all your goodness, hope to feel your presence. And I could just stay, I could just stay right where I am and hope to feel you, hope to feel something again. Change me from the inside. And I could be safe, oh, I could be safe here in your arms and never leave home. Never let these walls down, but you would call me higher. Het jongetje wat nu bij Louis zit, heeft waarschijnlijk hartproblemen. En hij zit er zo zielig. Hij zit er zo zielig bij. Met zijn mooie ogen. In ieder geval is het zo dat hij volgende week naar het ziekenhuis gaat. En dan gaan ze hem onderzoeken. Peste timp și vreme pe veci, Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare, Evanghelia, Evanghelia. Jezus die houdt van alle mensen. Jezus, je beste pe tot amen. Maar hij houdt vooral van de kinderen. Dan maya les, je beste pe kopie. Hij heeft gezegd: laat alle kinderen tot mij komen. Precies, laat staat tot kopie ze vinden la mine. En hou ze niet tegen. God bless you. Thank you. Domnul să vă binecuvinteze familiile. Eu mă rog întotdeauna, Doamne Iisuse, binecuvintează olandezii care are inima mare. Dă numele Domnului. Pregătește pentru săracii din România. Știe Dumnezeu cât mă rog. Mereu Iisuse m-ai chemat din lumea de păcat, cu glasul tău duios și blând, dar nu te-am ascultat. Am rătăcit al mulți la rând,
îndepărtate căi, și pașii mei au rătăcit pe neumblate voi. Pe căile pustii, lipsit de bucurii, și viața mea mereu a fost o viață fără rost. Ik zal hem vertalen. Het lied heet Jezus, als het begint het ook. Jezus heeft me geroepen uit de wereld van de zonde. Met zijn zachte, zachtmoedige stem. Maar ik heb niet naar hem geluisterd. Ik heb rondgedwaald, jaren achter elkaar. Op wegen die ver weg gingen. Mijn stappen waren, gingen al naar plaatsen die niet goed waren. Door de woestijn, er was geen blijdschap. Mijn leven had geen zin. Maar met uw grote genade hebt u me gezocht. U hebt me mijn rail gevolgd, Heer Jezus, mijn Heer. En u hebt me gevonden, lieve Heer Jezus. Ik was tussen de misdadigers. Mijn lijf was vol met wonden, diep en groot. Maar u hebt zich naar me voorover gebogen en u hebt me opgericht. En u hebt olie over mijn wonden gedaan. En wijn hebt u eroverheen gegoten. Een misdadiger was ik, maar u hebt me naar een herberg gebracht. Hij heeft aan de herbergier wat geld gegeven en hij heeft me laten verzorgen. En u hebt me gezegd dat Jezus voor me zou zorgen. En alles wat nog meer betaald moest worden, dat zou betaald worden. Maar vandaag ben ik in uw huis met degenen die verlost zijn. We zijn blij met uw genade als zusters en broeders, aangekleed in witte kleren, ook al zijn we het niet waard. Heer Jezus, je hebt ons meer gegeven dan we gedacht hadden. Een verlangen, dat is mijn verlangen, om altijd te wachten op de drempel. Lieve Heer Jezus, dat uw komst komt en dat ik kan zingen. Dat ik niet op deze aarde blijf, o lieve meester. Mooi lied. En even het verhaal van hem. Hij was christen. Hij ging vroeger met zijn moeder naar de kerk. Hij was gedoopt ook. Maar op een gegeven moment kreeg hij een vriendin. En heeft hij alles eigenlijk aan de kant gezet. Was niet belangrijk meer voor hem. Ik weet niet precies wat hij gedaan heeft. Maar hij is in de gevangenis terechtgekomen. En daar heeft hij christenen ontmoet. Daar kwamen ook mensen evangeliseren. Daardoor is hij weer aan het denken gezet. En nu hij weer uit de gevangenis is, wil hij eigenlijk graag weer christen worden. Hij wil weer graag een kind van God zijn. Mooi. Mag ik wat zeggen? Ik kom naar je toe, Jack. Vraagse spoenen, Jack, waar? Ik vind het eigenlijk heel bijzonder, deze ontmoeting, want ik had twee kaarten in mijn zak met een bijbeltekst. Spoenen pentru el este o întâlnire deosebită, că el avea două fericite în buzunar cu texte din Biblie. En ik dacht, welke zou ik aan zuster Babica geven? Welke past het best bij haar? Și s-a gândit, care o să dă la sora Babica, care ar fi potrivită pentru ea. En ik koos voor deze kaart, waar een tekst uit Psalm 62 op staat. Și a ales una pe care scrie un text din Psalmul 62. En er staat, zeker mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Alsjeblieft. Maar nu ontmoeten wij haar zoon, dat we niet wisten. En wat wij dus... Ik had dat ook niet voorbereid of zo. Deze niet nog poetas te pregetaske te maken. Dat is geen probleem. Dat is een ding. En hij zegt net tegen Anneke: ja, die tekst van Petrus zit in mijn hoofd van.
de honden die terugkeren naar hun eigen braaksel. Maar je ziet zo pik mij daarvoor, maar de tekst des prekuin karso en torsla teo van die tata. En Anneke bemoedigde hem toen en zei: je kan beter denken aan de tekst van de verloren zoon. Ja, toen je om zich maar binnen te doen, des la veel recipitor kan zijn torsla tata. Maar weet je wat er op mijn kaart staat? Wat wil God tegen jou zeggen? Uit Openbaring 22, vers 17. Din Apocalypse 22, vers 17. Kom. Vino. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat is wat God tegen jou wil zeggen. Alsjeblieft. Your grace is more, grace is found, is where you are, where you are.